Regina hier van Dark Place Games. Welkom naar weer een nieuwe unpacking. Ik weet niet welke unpacking. Vriendin heb het voor mij gekocht, noem maar op. Er zit een zilveren bij. Waar dus Pokémon Hero 2021 op staat. Die kan je dus volgen op Instagram. En ik heb dus Brilliant Stars van Sword and Shield heb ik gekregen. Rode kaart voor degene die het op internet doet. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we 4. Kijk hoor. 1, 2, 3, 4. Gaan wij zo doen. En dan gaan we. Een Energy. Een Hunting Gloss trainerkaart. Een Bertic. Sorry dat ik sommige dingen niet goed uitspreek, maar goed. Bertic. Floatzel. Piplup. Turtwig. Michino, Carabas, Carablast, Buizel, toch? Ja, Buizel. En een Reverse Fracture. En we hebben een Fusion Strike Ashcube. Hoop ik zeg dat goed, Ashcube. Maar dit is wel een pracht. Nou, wat zit er in het zakkie? Ja, mijn cameravrouw die zei het al. Wat zit er in een zakkie? Ik ga even dichterbij je. Ik heb mijn shotten. We hebben gekregen van de kassière. Oh. Draai maar om. We hebben een holo 25th anniversary van Pokémon Xerneas. We hebben Krogunk. We hebben Krusler. We hebben Clownser. En we hebben Jigglypuff. Maar holy moly. Deze vind ik echt super. Wat vinden jullie? Vertel me dat maar in de reacties onder deze video. Dit is in ieder geval de 25th anniversary van de Pokémon Company Xerneas Holo. Wat wel super tof is. Samen natuurlijk met de Reverse Holo van Fracture. En ja, en natuurlijk de Fusion Strike. Maar goed, dit was het voor deze unpacking. Dankjewel lieverd voor deze fantastische ding. Nou, in ieder geval vonden jullie het leuk. Geef een blauw duimpje omhoog. Deel met je vrienden en ben je nieuw, abonneer je op mijn kanaal voor meer unpacking als deze en uiteraard andere content. Dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!